Willem, vandaag is het nieuws naar buiten gekomen dat je de club gaat verlaten. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, het is een heel lang verhaal. Vol goede moed ben ik hier natuurlijk vorig jaar begonnen in deze functie. Een van de dingen voor mij was natuurlijk nieuwe carrière en een ontdekkingsreis. Hoe gaat het je bevallen? Ik had natuurlijk hoge verwachtingen van. Natuurlijk heel lang over nagedacht, goede gesprekken gevoerd om uiteindelijk te beginnen. Nou, en uiteindelijk ben je in de functie en kom je heel veel dingen tegen. Heel veel mooie dingen, maar ook heel veel moeilijke dingen. En uiteindelijk bekroop me al gaandeweg het jaar, bekroop me eigenlijk toch al heel snel het gevoel van, ik weet niet of ik me helemaal thuis voel in deze rol. Het veld dat ik heel erg miste, dus ook het trainersvak dan wat dat betreft. En het feit dat het ook een hele verantwoordelijkheid is natuurlijk. Dus ja, een mix van dat eigenlijk wat het wel zwaar voor me heeft gemaakt. Ik heb natuurlijk fantastische ondersteuning gehad met Mark en Roger, waar ik natuurlijk het technisch hart mee vormde. Dus hebben we toch goed kunnen functioneren. Maar ik heb nooit eigenlijk helemaal mijn voldoening gehaald uit wat ik deed. En naarmate het jaar vorderde eigenlijk werd dat gevoel steeds duidelijker. En op het moment dat Utrecht zich een hele tijd geleden eigenlijk ook meldde en goh, we zien een rol voor jou weggelegd binnen de technische staf. Ja, toen ben ik daar natuurlijk over na gaan denken. En dat is is ook al een lang proces geweest. Want in de carrière switch ga je natuurlijk niet over één nacht ijs. Dus dat speelde al een tijdje. Uiteindelijk heb je voor jezelf dan toch de beslissing genomen inderdaad om die move te maken. En er zit ook nog een stukje privé-situatie achter dat we graag terug willen verhuizen naar Utrecht. En dat alles bij elkaar heeft me dan uiteindelijk dit doen beslissen. En uiteindelijk is het dan nog goed dat er denk ik een oplossing is gevonden voor alle partijen om dit tot stand te brengen. Hoe moeilijk was het om tot deze keuze te komen? Ja, heel moeilijk. Enerzijds omdat je hier heel prettig hebt samengewerkt met mensen. Dus de relatie die je hebt opgebouwd. Dan voelt het toch alsof je dat vroegtijdig in de steek laat, om het zo maar te zeggen. Aan de andere kant heb je ook ervaren dat het wel een mooi vak is. Alleen is het gewoon niet helemaal voor mij. En alleen ook dat beslis je natuurlijk niet snel. En dat gevoel heeft gewoon heel lang gespeeld. En waardoor je daar eigenlijk ook een beetje tegen vecht voor jezelf. Omdat het voor mezelf ook, zeg maar, als het wel had gepast, het was allemaal veel makkelijker geweest natuurlijk. En dan bouw je een carrière in dit vak, bouw je op voor de toekomst, zeg maar. En ja, alleen dat was niet, dat was dus niet zo. Uiteindelijk ga je alles gewoon afwegen en schiet je ook van links naar rechts wat dat betreft. Maar ja, ik denk, ik heb ook gemerkt dat ik, het gaat ook uiteindelijk invloed hebben op je functioneren. En dat heb ik dus ook gemerkt. Dus vandaar denk ik ook dat het uiteindelijk ook gewoon het beste is dat je dan die switch gaat maken. Ja, want je maakt de switch naar het veld, want dat mist je vooral, hè? Ja, zeker. Kijk, een rol als technisch manager bij je faciliteren, ben je natuurlijk voor de middellange termijn bij je bezig. Ik mis gewoon heel erg het dagelijks beïnvloeden van het voetbalproces op het veld. Echt met spelers bezig zijn om ze beter te maken. Echt mee nadenken over strategie in een wedstrijd, et cetera. En nogmaals, voordat ik deze rol ging beginnen, was daar eigenlijk al een hele grote twijfel toe. En ja, daar ben ik dit jaar eigenlijk echt achter gekomen dat mijn passie toch meer in het trainersvak ligt. En vandaar dat het uiteindelijk dan ook zo is gekomen. Was het dan wel uiteindelijk een logische stap voor jou om dan naar Utrecht terug te keren toen zij zich meldde voor deze functie? Nou goed, uiteindelijk wel, omdat ook je privé-situatie daar dan belangrijk in is. Het is voor mij natuurlijk een vertrouwde omgeving, dus dat maakt het ook makkelijker. Kijk, als je nu naar een club gaat
waar je weer helemaal aan moet passen, et cetera. Ja, dat weet je ook niet. Maar, en uiteindelijk bood Utrecht ook die mogelijkheid. Zo simpel is het ook. Nou, en dan ga je gewoon alles afwegen. We hebben ook, ook wel echt gekeken van, god, ja, kan je dat hier op een bepaalde manier weer doen? Omdat ik in het begin van het seizoen eigenlijk ook natuurlijk nog wel wat op het veld heb gestaan. Alleen ja, dat uiteindelijk past dat denk ik niet bij de rol die je hebt. En en ook toch wel de verantwoordelijkheid van de functie erbij komt kijken. Ja, heeft me toch ook wel wat gedaan. En ja, dat alles bij elkaar ja, heeft het voor mijzelf gewoon moeilijk gemaakt afgelopen jaar. En ja, denk ik dat ik gewoon beter pas op het veld. En nogmaals, ja, Utrecht die heeft daar een rol voor me klaar liggen. En ja, daar heb je gewoon nogmaals heel lang over nagedacht. En uiteindelijk ja, denk ik dat ik daarvoor moet gaan. Ja, want wat is er allemaal op je afgekomen het afgelopen jaar in deze nieuwe, totaal nieuwe functie voor jou? Hmm. Ja, het is moeilijk te zeggen. Het vak omhelst natuurlijk zoveel. Het heeft ook hele mooie kanten natuurlijk. Want met een selectie bezig zijn, met spelers scouten, in gesprek raken. Het teamproces, het voetbalproces ook van een andere kant begeleiden. Maar vooral ben je faciliterend natuurlijk in alles wat je doet, zeg maar. En uiteindelijk is het aan de technische staf en de hoofdtrainer om directe resultaten eruit te halen. En dat verschil ja, vind ik wel moeilijk, zeg maar. Omdat je dus, nogmaals, omdat ik dus zelf liever aan die kant sta. En zelf dagelijks met dat spel, met dat beïnvloeden bezig wil zijn. En in plaats van faciliterend bezig te zijn. En ja, dat is de grootste. Dat was eigenlijk het grootste punt waardoor ik dat gevoel eigenlijk best wel al snel kreeg. Alleen daar natuurlijk lang van me af heb gezet, omdat ik dit ben ingestart. En ook wel voor mezelf de tijd wilde geven, natuurlijk. Om echt, ja, het klopt mijn gevoel. En dat wil, ja, dat zet je ook niet zomaar aan de kant, natuurlijk. Ook omdat je dit ben je voor 3 jaar aangegaan. Dus. Ja, loyaliteit is voor mij ook wel een belangrijk goed. Alleen ja, uiteindelijk ja, heb ik het wel de tijd gegeven en is het gewoon echt niet geworden. En ja, dan moet je ook de conclusie trekken dat het hem niet is. Omdat nogmaals, omdat ik dan denk, uiteindelijk gaat het dan ook je functioneren in de weg zetten. En ja, dat is dan ook wel gebeurd. Zeg maar. Nu zijn er natuurlijk de afgelopen tijd ook wat ontwikkelingen geweest binnen de club. Maar dat speelt eigenlijk niet mee in jouw beslissing, als ik het zo hoor. Nee, want het was al. Het is al een proces van veel langer. Dus dat heeft er niks mee te maken. Het is nogmaals puur het feit dat je. Ja, dat je het veld mist. En de kant, de trainerskant. Dat denk ik, ja, echt diep van binnen bij mij brandt. En ja, nogmaals, dat heb je lang weggestopt. Ja, natuurlijk maakt het in de situatie nu maakt het even wat lastiger. En goed, dan heb je ook weinig ervaring op dat gebied om daarmee om te gaan. Maar nogmaals, heel duidelijk is dat ik dat het gevoel al veel langer had. En ja, dat het dus niks met de huidige situatie te maken heeft. Als je nu terugblikt op je jaar als technisch manager, wat zijn voor jou de hoogtepunten? Je hebt natuurlijk wel ook iets neergezet hier. Ja, nou goed, de samenwerking, zoals de structuur was weggezet in de technisch hart, met Mark en Roger natuurlijk, waar we samen beleid maakten voor de lange termijn. Ja, dat heb ik bijzonder prettig ervaren en dat is ook echt een steun voor me geweest. Daarvoor denk ik ook dat ik, als ik nu wegval, dat geen consequenties heeft sowieso voor deze transferwindow. Natuurlijk is het moment ook niet ideaal waarop het is. Maar ja, we hebben altijd alles samen gedaan. Dus ja, voor mij betreft ligt daar geen gat. Maar dat heb ik bijzonder prettig ervaren. Natuurlijk ook de samenwerking met Rick, die ik natuurlijk goed kende. Die natuurlijk die we hierheen hebben gehaald. Maar eigenlijk het samenwerken met alle mensen binnen de organisatie. Ja, wat ik destijds zei toen ik binnenkwam vorig jaar. Dat het weer thuis voelde en dat het warm voelde. Ja, dat heb ik ook gewoon het hele jaar ervaren. Dat het,
gewoon stuk voor stuk een leuke sfeer is, fijne mensen waar je mee samenwerkt. En ja, en dat valt dan ook natuurlijk zwaar dat je, ja, dat je dan dat dat vroegtijdig wordt afgebroken. Alleen ja, god, ja, nogmaals, die keuze heb ik natuurlijk zelf gemaakt. Maar ja, je gaat met mensen om en ja, dat is dan altijd lastig als dat dan vroegtijdig ten einde komt. En, maar goed, wat ik zeg, het vak verder, ja, zijn ook wel eens mooie dingen. Dat je inderdaad, denk ik, een team hebt samengesteld met karakters, goede karakters daarin. Met een aantal jongens die natuurlijk echt van een versterking zijn gebleken. Ja, dat, en ik heb gewoon veel geleerd natuurlijk. Alleen, ja, nu is dat nog even allemaal vers. En ja, gaat me dat waarschijnlijk ook wel helpen in de rest van mijn carrière. Wat je afgelopen jaar hebt meegemaakt. En, ja, dus daar kijk ik toch wel mooi op terug. Met wat voor een gevoel trek je de deur achter je dicht hier? Ja, heel dubbel. Nogmaals, ik heb, kijk toch terug om een mooi jaar. Ondanks nogmaals dat ik het zelf moeilijk heb gehad. Maar een fijn jaar met een hele goede samenwerking. Nou, uiteindelijk hebben we natuurlijk ook wel... Wel best goed gepresteerd, denk ik. Als club zijnde, als team zijnde, waar je natuurlijk zelfs bijna de finale van de play-offs haalde. En vooral de contacten en de vriendschappen zelfs die je hebt opgebouwd hier dit jaar. Dan kijk je er altijd goed op terug. En dan is het dubbel om enerzijds je passie, denk ik, achterna te gaan en dat eigenlijk te gaan doen. En anderzijds dit achter te laten. Dat blijft dat dubbel, maar uiteindelijk kies je daar zelf voor natuurlijk, dus dan is dat ook zo. Namens de club in ieder geval heel erg bedankt voor je inzet en succes bij Utrecht. Ja, dankjewel. En ik wens de club natuurlijk ook wel weer alle succes toe voor de toekomst, voor volgend seizoen en de toekomst.